Freddy Orion is veroordeeld voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Dat zegt hij zelf in elk geval in een brief aan de krant De Morgen. De eerste moord die hem werd aangevreven, heeft een vriend van hem gepleegd. Hij heeft die moord wel op zich genomen, omdat hij toch levenslang kreeg voor een vijfvoudige moord in Sint-Amandsberg eind jaren 70. De echte dader van die eerste moord loopt dus nog altijd vrij rond. In 1980 krijgt Freddy Orion de doodstraf. Anderhalf jaar eerder vermoordde hij het gezin Steijaert in Sint-Amandsberg. De wetsdokter herkende de kogels en legde een link met een moord aan de Gentse vliegtuiglaan 4 maanden eerder. Een vrouw was daar doodgeschoten in haar winkel bij een overval. Orion bekent later ook die moord. Nu schrijft hij in een brief aan de krant De Morgen dat niet hij de winkelierster heeft doodgeschoten, maar zijn vriend R. Er zou niets gebeurd zijn als die vrouw zich niet tot R had gewend. Ik ken u, dat was niet slim. R is in paniek geraakt, heeft mijn wapen gepakt en geschoten. Toch nam Orion de schuld op zich. Daarover schrijft hij... Ik nam dat maar op mij, ik was er toch bij aanwezig geweest. Waarom ik dat deed, het kon mij niets meer schelen. De doodstraf kreeg ik toch. De advocaat van Orion bevestigt het verhaal. Ik denk dat we ons op dat moment moeten terugplaatsen in de meneer of de man die Freddy Orion was in 1979. Ja. Hij wist dat hij op dat moment toch de levenslang opsluiting ging krijgen. Dus voor hem heeft dat blijkbaar op dat moment toch gespeeld. En heeft hij gedacht, goed, ik zal hier niemand verder verklikken in dat dossier. En dat is waarschijnlijk de reden geweest waarom hij het destijds gedaan heeft. De mensen die het dossier kennen weten blijkbaar al langer dat Orion die eerste moord niet op zijn geweten heeft. Het werd tot nu toe stilgehouden. Feiten zijn volgens mij ook verjaard. Ik heb ook begrepen dat het parquet-generaal in Gent ondertussen gekeken heeft of dat dossier eventueel kan heropend worden. Maar die feiten zijn verjaard, dus wat dat betreft maakt dat totaal geen verschil meer. De echte dader zou in de gevangenis hebben gezeten voor andere feiten. Nu zou die weer op vrije voeten zijn.